leren lezen. We doen dicté in het Turks, we lezen in het Turks. Wij zitten samen te lezen. Want zij kan het niet zo goed als we zo op bezoek bij onze vriendin. Shumasa, eetje bakboer sera. Sera? Sera alle ojaze. Jullie hebben wekelijks een buurtclub en bieden jullie verschillende activiteiten aan. Huiswerkbegeleiding, spelen. Waarom zijn jullie dit op gaan zetten? Wij hebben eigenlijk met onze kinderen eerst begonnen. Lezen. Dan heb ik andere ouders verteld, andere kinderen. Willen jullie dat ook meedoen? Ja, die waren heel positief. Dus zo hebben wij eigenlijk begonnen. En ook begeleiding met rekenen of dingen die op school spelen wat ze moeilijk vinden? Ja, dat gaan ze ook soms vragen aan mij. Ik vind dat moeilijk. Wil je me dat nog een keer vertellen? Bijvoorbeeld rekenen. In taal ben ik niet zo goed, omdat mijn Nederlands is ook niet zo goed. Ik volg wel een Nederlandse cursus, maar dat is even, dat duurt nog. En bij rekenen geef ik nog advies. Je kan het zo doen, dat is het makkelijkst. Omdat ook van mijn eigen kinderen ook weet hoe ze dan rekenen in hun methode. Dus 6, 7, het is het maximum ook, omdat ik het thuis doe. Ja. Eerder hebben we bij de Ankara Dref gedaan. Ontmoetingsflat. Ja, ontmoetingsflat. Maar die kinderen vonden het hier gezelliger. Ik weet niet waarom, omdat hier heb ik meer boeken, dan kunnen ze zelf pakken, kiezen. En, ja, het ziet er ook natuurlijk huiselijk uit hier. Ja, ja. En ik ben ook heel blij mee, dus dan hoef ik niet daar te lopen en die komen hier en... Ja. En ik zie alleen maar Turkse kinderen. Mogen er ook andere kinderen komen van nationaliteiten? Of gaat het specifiek om Turkse kinderen voor de taalontwikkeling? Voor Turkse. Dus omdat mijn taal ook niet zo goed is voor Nederlands. Ja. Misschien als dan iemand is in deze buurt die heel goed Nederlands praat. Dat haar ook inspireren. Also, dat ze ook ziet, ik kan dit ook doen bij mij thuis. Ja. Ik wil ook zo'n voorbeeld geven. Kijk, ik doe zo, het loopt heel goed. Jullie kunnen ook met jullie kinderen dat doen. En jullie doen het nu 3 jaar. Is het nog even leuk als in het begin? Blijf je continu leren en bijsturen? Het wordt steeds leuker. We zien ook eigenlijk wat de nut is eigenlijk. En daarom willen wij ook voortzetten. En proberen ook te ontwikkelen natuurlijk. En wij proberen ook andere ouders bij te betrekken van jullie kunnen het ook. Dus wij kunnen niet alles aan. Wij kunnen op dit moment ongeveer 20 kinderen van kleine kinderen en ongeveer 20 jongeren. Maar dat kan natuurlijk meer. En daarvoor heb je meer mensen nodig die vrijwillig iets kunnen doen en iets willen doen. Ben jij vroeger juf geweest? Nee, maar ik wilde heel graag. Maar jammer genoeg, ik kom uit Duitsland. En daar heb ik geen stageplek gevonden, omdat ik een hoofd draagde. Toen de tijd mocht je daar geen hoofddoek dragen als juf. Ja. Maar je bent van oorsprong, wat ben je van oorsprong? Dokterassistent. Ja, dan moest ik kiezen, dus iets anders. Dan was het de enige die mij eigenlijk zo aannam. Ben dokterassistent van... Dus. Maar ik wil wel graag, als mijn Nederland, ik volg nu Nederlands cursus, als die Nederlands cursus op is, dan wil ik wel, ik ben iemand die niet stop zit. Ik wil graag leren. En, altijd bezig zijn. Ja. Wat vind jij het allerleukste om hier te doen? De dictées maken en lezen. En als ik naar Turkije ga, dan kan ik beter met hun praten. En, met de mensen daar? Ja. En jij, wat vind jij leuk om hier te doen? Ik vind vooral het lezen en het dicté leuk maken het leukste. En hier van dit leer ik heel erg veel en vooral als ik naar Turkije ga. Wij willen graag een bijdrage leveren aan de maatschappij. En we proberen een voorbeeldfunctie eigenlijk te laten zien aan de maatschappij. Dat iedereen niet stil moet staan, wel actief zijn... En doen wat je kan.
Dat hoeft niet per se voor geld. En dat willen wij hier laten zien. Hoe vonden jullie het vandaag? Heel leuk. We gaan elke week weer hier komen. En daarna om 7 uur gaan we bij de school, sportzaal gaan we sporten. Ook nog? Lekker rennen? Ja, voetballen, trefballen, alles en nog wat. En daar gaan we ook gewoon spelen. En dan leren we ook hier met elkaar te delen en Turks te leren.